Wanneer het gaat om beleid omtrent het openbaar vervoer, dan staat de passagier hierin centraal. Tegen deze achtergrond heeft de regering zich op maandag 28 maart samen met stakeholders gebogen over aspecten deze sector rakende. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme zegt dat de regering zich bewust is van de noodzaak van openbaar vervoer. De presentatie gaat van Le Grand Baldeo als stakeholder binnen de transportsector en ook van de organisatie FOSOF, meen ik, ja, FOSOF. Het gaat meer om de aandachtspunten die er zijn binnen het openbaar vervoer en dat ze daarvoor aandacht vragen, maar ook welke richting het ministerie opgaat met het openbaar vervoer. We zijn ook in een traject met de IDB en de stakeholders om met name Groot Paramaribo, een deel van Wanica, dat we daarin dus de studie afronden. En dat er dus een structurering daarin komt van de routes. En niet alleen de routes, het gaat meer om de passagier die centraal gesteld moet worden. We hebben jarenlang deze sector mogen zien groeien op een bepaalde manier. Maar het beleid van het ministerie is gericht op een goede basis leggen voor de toekomst. En we praten dus ook hierbij over knelpunten, ook op het ministerie. Aandachtspunten zal ik ze dan misschien beter gezegd, wat beter aangepakt dient te worden. Maar dit zal dus zeker aandachtsadviezen die zijn meegegeven of aandachtspunten, zaken die spelen. Ik meen dat er wat zeker aan de orde is geweest, is het verlengen van vergunningen. En op het ministerie is dat gedeelte voor zeker 90% al afgerond. Omdat wij ook zeker beseffen dat bushouders dat het heel belangrijk is om voor de voortgang van hun activiteiten. En verder zeker de chauffeurs, de buschauffeurs. We hebben zeker daar op dat gedeelte, op dat gebied, hebben we verder uitgeweid. Omdat chauffeurs, het gedrag van buschauffeurs ook aan de orde is gesteld. En we moeten verder zaken gaan onderzoeken en in kaart brengen hoe dit verder te gaan verbeteren. Het is een traject dat we zijn ingegaan, maar vandaag hebben deze organisaties dus ook hun inzichten gedeeld. En van hieruit zullen we ook zeker werken naar het betrekken van andere actoren binnen de transportsector, zodat we niet een ad hoc beleid formuleren, maar dat we iedereen binnen de sector ook horen. En dat we met iedereen aan de slag gaan om te komen tot een masterplan. En dat traject zal ook uitgezet worden om met alle actoren een conferentie te houden. Zodat we een goed beeld krijgen, niet alleen van de actoren, maar ook van passagiers. Want uiteindelijk gaat het om de passagiers. Dat is ook benadrukt, dat we dit alles doen in het belang van de passagiers. We zien dus dat er op een bepaald moment een wildgroei is ontstaan en daarom heb ik ook vanavond aangegeven dat vanuit het ministerie afgelopen periode, vanaf ons aantreden, er in principe haast geen nieuwe vergunningen zijn uitgegeven, omdat we die ordening in willen brengen. En dat vergt nogal enige moeite. Het gaat ook gepaard met een visie ontwikkelen om te gaan naar richting groen. Hoe gaan we onze energie in de toekomst, van welke energiebron gaan we gebruik maken voor openbaar vervoer. Dus je ziet een visie gaan ontwikkelen voor openbaar vervoer. Is dringend nodig. Kijken we naar de klimaatsveranderingen. Suriname is een van de groenste landen ter wereld met negatief carbon. Ook dat moeten we gaan meenemen in het ontwikkelen van een masterplan, het ontwikkelen van een nieuwe visie voor openbaar vervoer. Maar in deze periode, zeker waar wij te maken hebben met een stukje prijsverhoging, waarbij ook benzine all over the world, gezien de situatie, benzine eigenlijk is gestegen, dat wij als overheid ook huiswerk hebben om te kijken welke doelgroep moeten we tegemoet komen. En dat is ook een trek binnen de regering dat we reeds, een aandachtspunt, dat heel goed is besproken, dat we richting gaan subjectsubsidie. En dat zijn ook zaken die we moeten meenemen in het ordenen of het herstructureren, het structureren van het openbaar vervoer. Er zijn verschillende spelers.
En daarom is het belangrijk dat wij komen tot een eenduidig beleid. Iedereen heeft voor zijn doen, denk ik, of vanuit het ministerie hebben we dat geconstateerd, een bepaald belang. Maar ik roep ieder op, laat het belang van de passagier centraal staan. Omdat dat belang belangrijk is voor het openbaar vervoer. Je transporteert passagiers en uiteindelijk moet je dat gedeelte goed gaan veiligstellen en gaan ordenen voor de toekomst.